Als tandartsassistente werk je bij de tandarts in de praktijk. Het werkveld is echter breder. Zo kun je ook aan de slag binnen de afdeling mond- en kaakchirurgie in een ziekenhuis of bij een tandheelkundig centrum of een mondhygiënist. Als tandartsassistente ben je met veel verschillende werkzaamheden bezig. Je voornaamste taak is het assisteren van de behandelend arts. Je staat dus veel met de arts, maar ook met de patiënt in contact. De tandarts gebruikt verschillende gereedschappen. Jij zorgt ervoor dat deze klaar liggen en steriel zijn. Ook stel je de patiënt op zijn gemak en geef je informatie over mondhygiëne. Andere werkzaamheden zijn het nemen van afdrukken en testen. Ook houd je de administratie bij en plan je afspraken in. Je bent het visitekaartje van de tandarts. Het is belangrijk dat je vriendelijk bent, dienstverlenend en dat je de patiënt op zijn gemak kunt stellen. Je moet zeer nauwkeurig en zorgvuldig en vooral ook hygiënisch werken, waarbij je jouw deels specialistische kennis en vaardigheden goed in de praktijk kunt brengen. Je hebt vaste werktijden, maar in sommige spoedgevallen kan het voorkomen dat je 's avonds of in het weekend moet werken. Verder moet je snel kunnen schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en over je taken kunnen rapporteren. Ook is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met tandartsen, artsen en andere assistenten. Spreken de werkzaamheden van tandartsassistenten je aan, dan is dit beroep zeker iets voor jou.